Kom even erbij. Nee, ik snap het midden in jullie spel van. Maar even, toch even stilstaan bij het feit dat jullie hier iets vieren, hè, ja. Denk ik. Hè. Dus het feit dat, dat jullie nu een thuisbasis hebben van waaruit veel meer ook aan een clubgevoel gewerkt kan worden. Ik ben Paul Dirks, ik ben wethouder sport sinds een half jaar. Dus het feit dat jullie dit nu hebben, dat is vooral te danken aan mijn voorganger Frank de Wit. Die heeft zich daar ook hard voor gemaakt. En ik heb ook begrepen dat hij binnenkort ook een keer op kijkt. Dat is mooi. Dus dat is heel mooi. Ik heb net ook van Paul begrepen dat jullie nu van zeg maar 7, 28 plekken in en om Leiden, nu in ieder geval 5 plekken in de stad hebben om als club te kunnen fungeren. Ik begrijp ook dat de club groeit. Voor mij de grootste basketbalclub van Nederland inmiddels. Dus fantastisch natuurlijk dat jullie dat ook hier vanuit een soort kern kunnen verder laten groeien. En het kan altijd weer beter. Daar hebben Paul en ik net ook al over gesproken. Ja. Als je er dan eenmaal in zit, dan loop je toch weer tegen dingen aan. Denk je, nou, dan gaan we wel kijken of we daar iets aan kunnen doen. Feit is in ieder geval voor nu dat het mooi is dat jullie hier kunnen zitten. Ook in de combinatie met het onderwijs. Zodat je en overdag en 's avonds en in het weekend dit soort mooie accommodatie kan gebruiken. En ik zou zeggen heel veel succes en plezier de komende jaren. En ik blijf het van nabij volgen. En veel plezier vandaag. Oké, we gaan opstellen en spelen. Klok stil, Nato. We zijn nog niet begonnen. Even terug, we zijn nog niet begonnen. Hey, zie je wel even. Hartstikke bedankt. Ik wil even wat dit.